Goeiedag, beste kijkers. Ik ben aan een nieuw projectje begonnen en dat is een fietspaal om de fiets aan vast te maken en dat ze die niet kunnen stelen. Ja, de tekening heb je al gezien of nog niet? Dan ga ik ze nu laten zien. Ik ga dat hier boven in het hoekje, hier zo ja, hier ga ik dat doen. Ja, hier, dat is de tekening van de paal dat ik ga maken. Ja, ik denk dat ik het zonder voetplaat ga maken. Want het moet toch ingebetoneerd worden, dus we gaan dat zo doen. Goed, ik ben al begonnen aan iets en dat is alles op maat te laten zagen. En de zijkanten al krom gebogen en afgeslepen. Als zeg. En afgeslepen. Hier ziet het beter. Ja, oké, dat is dan zo. En een keer zo neerleg en zo een keer film, dan zie je die daar liggen. Voilà, dat is de paal. Ik heb daar al een plaatje op gezet van boven, hè, want die moet toe zijn tegen de regen. Daar ben ik niet aan het opslijpen. Ja, moet ook gebeuren. Goed? Goed. Eigenlijk moet ik zwart hier roepen. Volgende keer zal ik dan eens nadenken voordat ik begin te roepen. Nee, ik heb slecht opgelost. Het is lang geleden dat ik nog gelost heb. En ik heb pas een nieuwe lospost gekocht. Zo spel, maar ik weet nog niet de goede dag. Hè. Het moet nog een beetje afgeregeld worden dat ik dat op moet zijn. En dat is er nog niet. Dus ik moet goed zoeken. Hè. Ja. Dus heb ik nog wat slijpwerk te doen. Ah, we zijn weg. Nee, we zijn hier weg. We zijn nog hier, maar op een voet zo. Veel slaapwerk dus. Dat ga ik kunnen besparen door de video nu af te zetten. Anders blijft hem opstaan. Goed, zelfs kom ik terug voor de rest uit te leggen. Goed, blijf zitten hè. Niet gaan lopen. Blijf zitten, wachten. Hè. Kijken en afwachten wanneer dat ik terugkom. Met een montage gaat dat natuurlijk iets sneller. Oké, dus tot zelfs. Ja, dus jullie gaan er een afvragen. Dat heb ik niet meer nodig. Ik wil er niet meer maken. Waarom gebruik je nu nog een vuil, een bastardvuil? Wel, als ik daarna de poederlakkerij doe, ik heb dat afgeslepen met de slijpschijf, want ze zijn er klein. Vlakke vlakjes in. Ik kan niet zo goed slijpen met dat spel. Daarom ga ik daar een keer met de vel over. Om dat zo rond te zetten. Ja, want dat rond is rond. En vierkantig is vierkantig. Ja, mijn logica is nogal tamelijk juist. Dus daarom werk je dan nog eens af met de vel. Als je dan het poeder lekker uit doet, is dat proper. Amai, proper. Vlies, daar zit zo'n beetje nog van die spatters op van plassen. Die moeten er ook af. Met de vuil. Wij zeggen, doe dat allemaal hier. Ik zeg dat ook.
volgende. Die buggers zijn allemaal proper. Allemaal eens op dezelfde stoken. Dus hebben we weer al materiaal nodig voor dat te doen. Kijk goed. Hier moet er een opkomen. En dan de andere coté ook een. De andere coté de andere kant. Zo, dus moet dat gewoon gelijk zijn. En wat ga ik doen? Ik ga mijn... Ik weet het niet. Wat ga ik doen? Want dat is niet plat meer. Dat zou een beetje... hol. Oké. Eerst een paar maten nemen en een paar berekeningen om te weten hoe hoog ik hier moet zitten. En dat is niet interessant. Goed, dan ga ik dat doen. Voilà, wat heb ik gedaan? Hier moet een boog komen, hè. En aan de andere kant komt daar ook zo'n boog. Dat wordt dan in de grond gestoken. En dan kun je een fietsstegen vastmaken. Zo'n wel luxe paaltje, hè. Ik heb hier 10 centimeter van bovenaf genomen. Hè. En dan gaan we dat nu vastlassen. Goed? Goed. Zo. Een kappetje. Nieuw. Alleen nieuw. Naal niet meer. Dat is van vorig jaar. Ik ga dat vast speten. Eerst vast speten, dat wil zeggen puntje hier, puntje daar, puntje overal. Voor dat zo wat vasthouden al. En dan provisoir gaan we dat de andere kant doen. Goed? Of niet goed? Ja, goed, we weten. Dus we gaan dat vastbeten. En gezien dat we nog wat opvulwerk zullen moeten doen ook, mogelijk toch wel. Goed. Ik kan de machine nog eerst aanzetten. Hoppa. Alles, hè. Fantastisch. Zo. Een kappetje. Nieuw. Alleen nieuw. Naal niet meer. Dat is van vorig jaar. Ik ga dat vast speten. Eerst vast speten, dat wil zeggen puntje hier, puntje daar, puntje overal. Voor dat zo wat vasthouden al. En dan provisoir gaan we dat de andere kant doen. Goed? Of niet goed? Ja, goed, we weten. Dus we gaan dat vast speten. En gezien dat we nog wat opvulwerk zullen moeten doen ook, mogelijk toch wel. Goed. Ik kan de machine nog eerst aanzetten. Hoppa. Alles, hè. Fantastisch. Zo, nu gaan we het al eerst eens. Zo. Een kappetje. Nieuw. Alleen nieuw. Naal niet meer. Dat is van vorig jaar. Ik ga dat vast speten. Eerst vast speten, dat wil zeggen puntje hier, puntje daar, puntje overal. Voor dat zo wat vasthouden al. En dan provisoir gaan we dat de andere kant doen. Goed?
Of niet goed? Ja, moet je weten. Dus we gaan dat vastbeten. Gezien dat we nog wat opvulwerk zullen moeten doen ook, mogelijk toch wel. Goed. Ik kan de machine nog eerst aanzetten. Hopla. Alles, hè. Spijt. Zo. Dat is voor te beginnen. Wat gaan we nu doen? Ik pak mijn paal en ik draai die om. Hopla. Dat is de andere kant. Ik zeg even die stijl. Dan kan ik ook komen. Nee, dat kan ik ook komen. Dan moet ik hier ook weer iets onder zetten. Want de zwaarte gaat beginnen te spelen. Ik hoop dat ik nog zo bepaal heb, natuurlijk niet. Nee. Miljard. Ja. Dan pakken we iets anders. Dan doen we het maar roepen. Een stukje auto onder of zo. Komt ook goed. En zo. Zo. Dan zijn we iets onder met te komen. Op de passen en passen. Maar we hebben hier nog wat op. Daaronder. Dan gaan we hier op de hoogte nog eens meten. Een meter. Dat is een meter, dat is een vouwmeter. Dan gaan we een keer zien van hier tot in het centrum. Oké. Dan gaan we hier tot hier. Oké. Kijken wat er onder mijn schoen staat. Oké. Dat komt goed. 10 centimeter. Oh, hoe lang man? 10 centimeter. Van boven naar beneden. Dat is 10. Dat is 10. Dat heb ik goed gezien. Zo, er tegen. Oké. Kunnen afwerken. Aflassen. Goed, het ziet er goed uit. Ja. Een beetje veel spatie. Ga ik doen. Ik heb dat niet goed gedaan. Mooi. Ik heb het niet. Kom maar eens kijken. Dat is niet goed, hè? Nee. Wat gaan we nu doen? Afslijpen en opnieuw. Dat noemen ze klodderwerk. Daar ben ik de beste in. Soms kan het eens tegenslagen. En soms gaat het een keer op meeslagen. Dat mag ik niet wel niet zeggen. Te laat gezien natuurlijk. Hè. Thank you.
Slimmeke. Slimmeke, dat zijn ik. Ik moet maar zo één paal maken, anders maakt dat daar een mal voor. Oei. Ah. Oei. Goed, de rest ga ik aflossen. Eerst is afgespeten terug, dan begint dat te trekken. Als ik dat helemaal begin af te lossen. Nu kan ik het aflossen. Goed hè? Ja, ik weet het niet. Oké, ik ga toch maar een handschoentje nadoen. Want als die brubbeltjes op je handen vliegen. Ai ai. Hij staat veel te hard. Wat wil dat zeggen? En je hebt een gat. Het gat is al doof, maar ik ga hem toch maar op één keer minder zetten. Dan zal ik nog wel wat slijper kan lossen, omdat ik op terug leer. Ik zal het wat meer moeten doen, heb ik de indruk.
zit al bijna meer dan een jaar stil. Maar ja, zo'n jaar is dan ook mee, maar toch gemakkelijk. Van verleden jaar in de zomer heb ik veel meer gedaan. Het is een minst outfit. Oké, slijpen. We gaan dat afslijpen. Want dat is helemaal niet goed gelast. Ik ben er niet content van. Dan noemen ze geen las. Dat is braggel. Een van hetzelfde. Waar is hem? Ah, daar is hem. Ah. Hier. Wow. Dat kan erdoor. Maar niet, hè, jong. Het is van, het is met een... Wat is het? Ah, waar. Het is niet echt goed. Het is niet echt goed. Ah, ah, hier ook van hetzelfde. Niet proper. Niet proper. Ah, man, 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 man. Ah, dat is dom, hè. Dat is niet goed, hè. Nee, maar oké. Dus... Veel slijpplezier, Peter. Dank u. Ik zal hem dat ook eens laten zien. Hè. Wacht even, ik moet de camera eraf nemen. Alsjeblieft, dankjewel. Oké, hop. Zoep. Ah, hier. Kijk, als je een beetje kunt slijpen, hè, dan krijg je dat allemaal. Dan is het gewoon gelijk rond. En wat gaan we nu doen? Ja, oké, op de manier. Hop. Met de vuil erop. Hè. Met de vuil erop, ja.
er een beetje bij veilen, proper maken en dan is dat in de kastjes. Poederlakkerijen en de grond in. Fiets eraan, afgelopen. Ja, goed, bedankt. Zo, deze keer pakken we een driehoekige ronde vijl. Kwestie van een beetje plezant te maken. Vijl zullen zeggen, die hier. Ja, bij mij stek het nou. Natuurlijk met de mate van het mogelijke. Hè. Dat kan ook niet duren. Zeggen onderrullen, amai, alles met de vuil. In plaats van zijn schuurschijfje te pakken. Oh, dat kan. Is een ambachter. Weet wat is een ambachter? Craftman in het Engels. En een ander taal ken ik niet. Content mee, genoeg. Hopla. Kost ook maar €200. Ja. Poederlakken en al. Ja. Hm? Enfin, hier steken we in de grond. Eerst gaan we die laten poederen. Dan steken we die in de grond. Ah ja, dan moet je het proper maken. Dan heb ik weer een meer gezien hier. Ja, aan de achterkant, hè. Als je dat ziet, hè, zullen we dat hier een keer laten zien. Hè. En dat trekt op niks. Hè. Goed. Dat is het braman. Jongen, ik had dat eerst moeten doen. Niet gedaan. Ja. Met de lumpesvies en tenen. Een dikke kop. Maar we kunnen ons verleggen. Wat gaan we doen? We zetten dat eerst in. Hopla, dat is de camera dat ik hier zet. Dan pak ik mijn slijpschijf. Hopla. Dan gaan we naar hier. Ik ken de raden, man. Dat is niet zo doen, altijd in de knoop. Ik zeg dat ik vroeger van vissen ben. Ja, dat was ook zo, hè. Als ik ging vissen, ik heb veel gevist. Oh, ik ga hem nog een beetje doorzetten. Hè. Voilà. Ik heb veel gevist, ja. Oké, we gaan dat afsluiten en dan gaan we doorgaan.